Binnen het huidige FC Utrecht zijn twee mensen met een PSV-verleden. Jan Buitens doorliep de jeugdopleiding en verliet de club in 2004, nu vaste waarde in de verdediging, van trainer Jan Wouters, die ook trainer was bij PSV en voor beide clubs als speler actief was. Maar er zijn meer overeenkomsten. In totaal 19 spelers speelden voor beide clubs. Gerald Vanenburg, John de Jong, Theo Lucius en uit een recenter verleden Erik Pieters. Maar ook Hans van Breukelen, tegenwoordig lid van de Raad van Commissarissen van PSV. En in 82 keeper van FC Utrecht. Aan de andere kant is Willy van der Kerkhof en dat heeft Koolhof prima gezien. Willy van der Kerkhof. Dat is dan toch 0-1 voor PSV. Goeie actie, goed doelpunt. FC Utrecht PSV is ook vaak een wedstrijd met een verhaal. In het roemruchte seizoen 2006-2007 leek PSV de titel te verspelen in Utrecht. Op de één na laatste speeldag werd het vlak voor tijd 1-1. Daar is Alje Schut en daar is de goal. Het is gelijk in de 86e minuut. En kijk naar Ronald Koeman. Gaat PSV dan alles verspelen vandaag? Hoe is het mogelijk? De verslagenheid enorm bij PSV. En op de laatste speeldag kwam toch nog alles goed voor PSV. Duiken we verder in het archief, dan is de slotdag uit het seizoen 98-99 memorabel. Het werd uiteindelijk de wedstrijd van Arnold Brugging. Zijn ultieme kopbal in de slotfase van het duel bezorgde PSV niet alleen de volle winst, maar vooral ook plaatsing in de voorronde van de Champions League. Nikiforov van Nistelrooy, 31 goals en de 32e kon wel eens miljoenen waard zijn. Brugging, hij scoort! Brugging scoort zoals hij dat dit seizoen al zo vaak deed als invaller. En hoe belangrijk is dit doelpunt van Arnold Brugging voor PSV? Ja, daar is het bericht. De goal van Brugging is voldoende voor kwalificatiewedstrijden om de Champions League. En zo haalt PSV het toch nog. PSV won in de 42 eerdere ontmoetingen 19 keer. 8 keer won FC Utrecht en van de 15 gelijke spelen was het slechts 2 maal 0-0. Dat is een mooie balans in wedstrijden die bovendien zeer doelpuntrijk zijn. Romario scoorde in het seizoen 1989-1990 zelfs 4 keer in Utrecht. PSV won toen met 7-1. Nog 20 minuten en Lerby in vrije positie op Van Ede af. Hij laat het aan Romario en het is 1-5. Gerrit. Dus wordt het weer eens tijd voor Romario. En dan naar beide trainers. Dick Advocaat verloor als trainer nog nooit van FC Utrecht. 7 wedstrijden, 5 keer winst en 2 keer gelijk. Jan Wouters op zijn beurt won nog nooit van PSV in zijn trainersloopbaan. In 4 wedstrijden slechts 1 gelijk spel. En dat was vorig seizoen. Op 22 januari, bij de start van de tweede competitiehelft, eindigde FC Utrecht PSV in 1-1. Nou, kan die bal ook niet lekker raken onder druk van Willems. Het spel gaat door voor de regel. Doelpunt! Ja, Lili Pali! Maar ondanks de achterstand kwam PSV 20 minuten voor tijd alsnog terug. Gevaarlijke corner. Manolev Toivonen met de kans en die jaagt hem erin. Het is gelijk in de goal gewaakt. Ola Toivonen. Dan terugkerend bij de huidige trainers. Jan Wouters sloot zijn imposante loopbaan als speler af bij PSV met de bekerwinst op Sparta. Zo'n 550 wedstrijden in het totaal in de Nederlandse Eredivisie. Utrecht, Ajax en PSV en ook in Duitsland in de Bundesliga bij Bayern München. 437 competitiewedstrijden waren erbij, waarvan 371 in Nederland. 70 in het land heeft hij achter zijn naam sinds 25 oktober 1980. Toen hij met FC Utrecht debuteerde tegen de club waar hij afscheid neemt, PSV. En dat gebeurde allemaal onder leiding van Dick Advocaat, die zijn actieve voetbalcarrière beëindigde bij FC Utrecht. Zondag dus tegenover elkaar.
Dat gebeurt allemaal met Mark van Bommel als aanvoerder bij PSV. Hij moet alleen oppassen, want hij staat op scherp na 4 gele kaarten. PSV heeft de laatste 3 keer in Utrecht niet meer verloren. Staat op dit moment op de 3e plaats met 9 uit 4. En FC Utrecht heeft dit seizoen nog geen thuisduel gewonnen. En staat 9e met 4 uit 4. Het duel van aanstaande zondag in Stadion Galgenwaard staat onder leiding van Kevin Blom en begint om 2:30.